Hierbij open ik deze academische zitting waarin Boudewijn Visser het academisch proefschrift getiteld Towards Tailored Medication Self-Management, Needs of and Support for Patients with Limited Health Literacy in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting van uw proefschrift te geven? Ja. Onze samenleving stelt hoge eisen. Van burgers wordt verwacht dat ze op allerlei gebieden actief keuzes maken en in actie komen. En op het figuur achter mij ziet u een afbeelding van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, getiteld Weten is nog geen doen. En daarin komt naar voren dat voor het actief keuzes maken en voor het in actie komen, zowel het denkvermogen belangrijk is als het doenvermogen. En de overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Maar er bestaat een verschil tussen wat de overheid verwacht van burgers en wat zij aankunnen. En dit beperkt zich niet tot een kleine groep kwetsbaren. Een groep die moeite heeft om eigen regie te voeren over zijn of haar eigen gezondheid zijn mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. En in Nederland heeft 25% van de bevolking heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. En gezondheidsvaardigheden zijn zeker belangrijk voor patiënten met chronische ziekten. En in Nederland heeft 80% van de bevolking ouder dan 65 jaar één of meer chronische ziektes. En binnen deze doelgroep komt ook nog eens beperkte gezondheidsvaardigheden relatief vaak voor. Een belangrijk onderdeel van de behandeling van chronische ziekten is het juist en tijdig gebruik van medicatie. En hiervoor moet de patiënt bijvoorbeeld communiceren met de zorgverlener, informatie over medicatie begrijpen, maar ook het plannen en organiseren van zijn eigen medicatieregime. En medicatie zelfmanagement is voor veel mensen ingewikkeld. En daarom zijn de laatste jaren steeds meer ondersteuningsmiddelen gekomen om mensen te helpen met medicatie zelfmanagement. Maar we zien dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hier minder gebruik van maken, omdat ze andere behoeftes lijken te hebben. Het doel van het onderzoek was daarom ook tweeledig. In eerste instantie wilden we kijken wat zijn dan de behoeften van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische ziekte omtrent medicatie zelfmanagement. En daarnaast, als we die behoeftes in kaart hadden gebracht, waren we benieuwd, kunnen we die behoeftes dan ook omzetten naar ondersteuning en facilitering van een medicatie zelfmanagement. Als we eerst kijken naar de behoeften, daar hebben we eigenlijk een tweetal onderzoeken gedaan. Het eerste onderzoek is dat we door middel van interviews en focusgroepen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische ziekte in gesprek zijn gegaan, waar loop je nou tegenaan, wat zijn je barrières en welke ondersteuningsbehoeften heb je daarbij. En door middel van een vragenlijst hebben we onderzocht bij een wat grotere doelgroep om te kijken van welke overtuiging hou je er nou op na die je kunnen belemmeren of kunnen faciliteren bij medicatie zelfmanagement. En als we kijken naar de behoeften, dan kunnen die eigenlijk helemaal worden weergegeven in de 4 typologieën van gezondheidsvaardigheden. Als we kijken naar het verkrijgen van gezondheidsinformatie, dan zijn er eigenlijk 3 barrières, maar daar 3 bijgeuite behoeftes in de interviews en focusgroepen. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden gaven aan dat ze, daar komt relatief vaak voor dat ze moeite hebben met lezen. Een behoefte die ze daarbij hebben geuit, dat ze graag gesproken informatie zouden hebben. Dit overkomt die barrière. Ten tweede kwam naar voren in de interviews en focusgroepen dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden moeite hebben met taal. U kan zich voorstellen, als je een bijstatus krijgt in het Nederlands en je moedertaal is Arabisch, dan heb je meer moeite om toegang te krijgen tot die informatie. Een behoefte die ze daarbij hebben geuit, dat informatie in meerdere talen wordt aangeboden, bijvoorbeeld in de moedertaal. En een derde barrière die ze hebben geuit, dat steeds meer informatie online toegankelijk wordt. Maar mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben ook relatief vaak moeite met het gebruik van online informatie, mede doordat bijvoorbeeld websites heel ingewikkeld zijn. Dus een behoefte die ze daarmee hebben geuit, als dan informatie online toegankelijk is, dat het dan ook eenvoudiger toegankelijk is. Door bijvoorbeeld dat je meteen, als je op een website klikt, meteen de informatie die van toepassing is op jou beschikbaar is. Kijken we vervolgens naar het begrijpen van informatie, dan hebben mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden gaven aan relatief vaak moeite te hebben met de informatie die ze verkrijgen. Door de moeilijke woorden, door het jargon,
door lange en compacte zinnen. En de behoefte die ze daarbij hebben geuit, dat ze graag enkel en alleen de hoofdboodschap zouden krijgen en die graag ondersteund zouden willen zien met beelden en of animaties. Dit vergroot het begrip van de informatie. Bij het beoordelen van de gezondheidsinformatie kwamen eigenlijk twee barrières naar voren. Er is natuurlijk steeds meer informatie beschikbaar over medicatie. En de mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden die we hebben geïnterviewd en in de focusgroepen naar voren kwamen, gaven aan dat ze binnen deze grote hoeveelheid informatie moeite hebben met het inschatten van de betrouwbaarheid. En welke informatie is nou betrouwbaar en niet? En de behoefte die ze daarbij hebben geuit, dat ze graag geïnformeerd zouden willen worden door de zorgverlener. Dat is volgens mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische ziekte de meest betrouwbare bron van informatie. En daarnaast gaven ze aan dat ze moeite hebben met het inschatten welke informatie is nou van toepassing op mij. Dus daar gaven ze aan dat ze graag toegesneden informatie zouden willen. Toegesneden op hun behoeften, op hun persoonskenmerken en op de medische situatie van de patiënt. En u zag het in het eerste dia die ik al liet zien, hè, dat beeld van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, dat je een cognitieve component, het bedenkvermogen. Daar gaat meer over het verkrijgen, het begrijpen en het beoordelen van gezondheidsinformatie. Maar voor zelfmanagement moet je het ook kunnen toepassen. En de behoeften die mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en chronische ziekte daarin hebben geuit, zijn eigenlijk tweeledig. Ten eerste zouden ze graag praktische informatie willen verkrijgen. Wat moet ik doen en wanneer? En ze zouden graag ondersteund willen worden bij het ontwikkelen van vaardigheden. Bijvoorbeeld het communiceren met een zorgverlener, shared decision making, maar ook bijvoorbeeld het berekenen van de hoeveelheid insuline bij veranderende omstandigheden. Toen we eenmaal de behoeftes in kaart hadden gebracht, waren we benieuwd of we die behoeftes ook konden omzetten naar ondersteuning, zodat we mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische ziekte ook konden helpen bij hun medicatie zelfmanagement. Dat hebben we gedaan door middel van een drietal onderzoeken. Eerst hebben we een systematische literatuurstudie gedaan in Europa, tussen studies die tussen 1995 en 2018 gepubliceerd zijn. En dat richt zich niet alleen op medicatie zelfmanagement, ook niet op zelfmanagement in het algemeen. We hebben puur gekeken naar zijn er interventies die zich richten op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Vervolgens hadden we een interventie gevonden die aan leek te sluiten bij de behoeften van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden die ze eerder hebben geuit. En toen waren we benieuwd, is dan deze interventie die wij gevonden hebben, is die dan ook bruikbaar voor jullie? Dus door middel van interviews met patiënten hebben we dat onderzocht van, sluit het aan bij de eerder geuite behoeftes? En een andere interventie die ook aan lijkt te sluiten bij de behoeftes is grootschalig ingezet in apotheken. Ze hebben een implementatieonderzoek naar gedaan door te onderzoeken van, wordt het ook gebruikt? Aan wie wordt het aangeboden? En wat is de reactie van de patiënt op het aanbieden van deze ondersteuning? Kijken we eerst naar de literatuurstudie. Daar kwamen 23 studies tussen 1995 en 2018 naar voren. En wat ons opviel is dat de meeste interventies zich focusden op het kenniscomponent. Dus op het overdrag van informatie en mensen wat leren. Maar wat ik net ook liet zien, het is ook belangrijk om dat te doen, het kunnen toe te passen. Er kwamen uit de literatuurstudie eigenlijk drie aanbevelingen voor toekomstig te ontwikkelen interventies. Allereerst, interventies moeten zich toesnijden op kennis en vaardigheden. Het behoeft toegesneden informatie op de persoonskenmerken en medische situatie van de patiënt. En er moeten eenvoudige informatie zijn ondersteund met beelden. En zoals u hier ook al zien, heeft het deels overeenkomsten met het behoefteonderzoek. En dit versterkte onze bevindingen dat dit de behoeftes zijn waarin interventies zouden moeten voorzien. En daarmee zijn we aan de slag gegaan. Uit de systematische literatuurstudie kwam geen interventie specifiek voor medicatie-zelfmanagement naar voren. Dus daardoor zijn we gaan kijken, is er misschien een interventie beschikbaar die wel lijkt aan te sluiten op de behoeftes in Nederland, maar nog niet zijn onderzocht. En toen kwamen we op Kijksluiter uit. Kijksluiter heeft van bijna alle bijsluiters heeft hij een geanimeerde, simpele animatie gemaakt. Die is verkrijgbaar in 5 verschillende talen en die kan toegesneden worden door de zorgverlener op de karakteristieken van de patiënt. En binnen Kijksluiter, dus Kijksluiter hebben we onderzocht in de apotheek. En binnen Kijksluiter hebben ze nog Kijk op Diabetes gemaakt. Dat is dezelfde content als bij Kijksluiter, alleen dan toegespitst op diabetes met nog wat extra mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het doen van een kennisquiz. En om daar een kort beeld bij te geven, heb ik hier een stukje van een Kijksluiter. De naald op de pen. Gebruik altijd voor elke prik een nieuwe naald.
Draai een nieuwe naald samen met het krapje recht op de pen. Haal eerst het buitenste krapje van de naald. Haal dan het binnenste beschermblokje van de naald. Doe deze nooit terug op de naald. Het is niet erg als er een druppeltje insuline uit de naald komt. Gooi het binnenste beschermblokje weg. Bewaar het buitenste krapje. En wat u hier kan zien, is dat het hele praktische informatie is. Wat moet ik doen en wanneer? Korte, duidelijke zinnen. En we hebben deze informatie ook getest bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische ziekte, met diabetes in dit geval. En daar kwam naar voren dat het heel bruikbaar werd ervaren. Ook de navigatie vonden ze prettig en mensen hebben er ook echt van geleerd. De enige lastigheid die werd ervaren, we hebben alleen mensen geïncludeerd die toegang hadden tot internet, maar een deel had nog steeds moeite met het gebruik van deze online tool. Daarnaast is ook kijksluiten, het gaat over de bijsluiter in een animatievorm in de apotheken in Nederland geïmplementeerd. Omdat deze financieel werd gestimuleerd door de grootste zorgverzekeraar in Nederland. En we waren benieuwd, wordt die dan ook gebruikt? En we zagen dat de meeste apothekers ook kijksluiten aanbieden aan hun patiënten. En daar geen onderscheid in maken tussen mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en adequate gezondheidsvaardigheden. En de reden waarom apothekers dit aanboden was eigenlijk tweeledig. In eerste instantie, de eerste reden was omdat door de financiële compensatie en doordat het echt een aanvulling volgens hen was op de huidige informatievoorziening. Ze gaven aan dat een groot gedeelte van de patiënten ook daadwerkelijk kijksluiter wilde gebruiken, maar een deel had toch moeite met het gebruik van kijksluiter. En dat had voornamelijk te maken met omdat het digitaal was. Dus een deel had geen internetaansluiting en een gedeelte had moeite met navigeren en vinden van de informatie in kijksluiter. En dat probleem van het kunnen vinden en begrijpen van informatie via digitale middelen, dat kwam zowel bij het bruikbaarheidsonderzoek naar voren als bij het implementatieonderzoek in de apotheek. En we weten uit de literatuur dat het deels verholpen kan worden door duidelijke instructie en het oefenen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische ziekte. Maar ook, dit is niet voor iedereen te leren en een deel heeft geen internettoegang. Dus voor die mensen moet ook echt een andere strategie gevonden worden om ze te kunnen ondersteunen. En een aantal jaar geleden begon ik met proefschrift en dan zag het ook eigenlijk in de eerste slide met alleen het contour van de patiënt. We wisten nog onvoldoende wie is dan die patiënt en wat zijn zijn of haar behoeften rondom medicatie of management. En gedurende de onderzoeken die ik heb gedaan in mijn proefschrift, en dat ziet u eigenlijk ook gedurende deze PowerPoint slide, hebben we steeds meer de patiënt kunnen inkleuren met hun behoeften. En dan zien we eigenlijk een heel veelkleurig patiënt hierboven me. En dat staat symbool voor dat 25% van de mensen die dus beperkte gezondheidsvaardigheden in Nederland heeft, dat is geen homogene groep. Het is een heterogene groep met individuele behoeftes. En daarom denk ik als we informatie gaan toesnijden op deze behoeftes, dat het gaat in medicatie of managementondersteuning over kennis en vaardigheden, en dat de informatie eenvoudig is, ondersteund met beelden, dat zal bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de patiënt, de individuele patiënt, als van de gezondheidszorg in Nederland. Dank u wel. Ik geef graag het woord terug aan de prorector. Hartelijk dank voor uw bijzondere heldere presentatie. We gaan nu beginnen met de oppositie. En als eerste zal aan het woord komen professor Van Schaik. Hij was voorzitter van de beoordelingscommissie. Hij is hoogleraar preventieve geneeskunde aan deze universiteit. Dank u wel, mevrouw de prorector. Ja, ik wil, geachte kandidaat, ik wil u van eerste van harte feliciteren met het buitengewoon interessante proefschrift. Ik heb met heel veel belangstelling heb ik gelezen. Ik wil ook uw promotieteam daarin betrekken. Het is een mooi proefschrift. Dat wil niet zeggen dat er geen vragen over te stellen zijn, maar dat ga ik dan nu graag doen. Want ik denk dat dit een heel boeiend onderwerp is. Self-management support tools zijn heel belangrijk. En ze zijn natuurlijk bij uitstek zijn ze belangrijk, zoals u net al in uw praatje liet zien, voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dus prima dat dit onderzoek op deze manier bij patiënten met diabetes gedaan is. Wat nou zo interessant is, en naarmate ik door het proefschrift verder kwam, werd die vraag voor mij eigenlijk steeds prangender, is werkt het nou ook echt? En dat, ik moet zeggen, toen ik hoofdstuk 4 gelezen had,
dacht ik, nou, dat is heel interessant, want er zijn dus allerlei redenen om aan te nemen dat dit ook zou kunnen werken. En dus met veel nieuwsgierigheid kwam ik aan bij hoofdstuk 5 en daarna bij hoofdstuk 6. Maar laat ik eerst even op hoofdstuk 6 of hoofdstuk 5 me concentreren. Daar bleek uit dat patiënten vinden dat de tool dat hier gewoon makkelijk te gebruiken is. En dat ze hem ook zeker willen blijven gebruiken. Mm-hmm. Ik speel even advocaat van de duivel. Hoe zeker is dit nou? Want ja, we weten allemaal dat patiënten vaak de neiging hebben om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Mm-hmm. Dat geldt mogelijk niet altijd bij diabetespatiënten, maar ik denk patiënten met een lage sociale vaardigheid, denk ik dat dat nogal wat meer geldt. Dus de vraag is hoe dat nou gaat. We weten uit veel onderzoek, weten we dat als een patiënt bij een zorgverlener komt, of dat nou een huisarts of een specialist is, en die vraagt hoe gaat het met u, dat de patiënt eigenlijk standaard zegt goed. Het gaat heel goed, dokter. En dan heeft vervolgens die zorgverlener, die heeft een minuut of 5 nodig om erachter te komen wat er allemaal niet goed gaat. Dus de vraag is, de manier waarop je dit onderzocht hebt, bent u niet eigenlijk meer bezig geweest met sociale wenselijkheid te onderzoeken dan met de feitelijkheid? En hoe veelbelovend is dit nou echt voor de effectiviteit? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor de complimenten over het proefschrift. U vraagt mij over hoofdstuk 5 en ook over het hele proefschrift, werkt het daadwerkelijk? En de antwoord daarop is eigenlijk heel kort, dat weten we niet, want we hebben de effectiviteit niet onderzocht. Wat we wel gedaan hebben in hoofdstuk 5, is in eerste instantie kijken, sluit dit aan bij de behoeftes. Mm-hmm. Hè? Dus is het bruikbaar voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische ziekte? En, en dat zou kunnen inderdaad, dat het sociaal wenselijke antwoorden zijn. Mm-hmm. Daar hebben we wel door middel van interviewtechnieken dat proberen te ondervangen, door daadwerkelijk bij de diepere laag te komen op de bruikbaarheid. Of het ook effect zou hebben, dat zou een vervolgonderzoek dan moeten plaatsvinden. En dat is natuurlijk ook ingewikkeld om te onderzoeken bij deze doelgroep. Ja, en hoe zou je, dat snap ik, hoe zou je kunnen achterhalen of dit nou alleen sociaal wenselijke antwoorden zijn of niet? Kun je dat alleen maar uiteindelijk door een effectiviteitsonderzoek onderzoeken, of zijn er ook andere methoden om daarachter te komen? Nou, wat ik nog zou kunnen, hoe het anders zou kunnen misschien nog, om te mm-hmm. kijken van wordt het nou met het werk ook gebruikt, is door bijvoorbeeld een grotere herhaling van het onderzoek wat we gedaan hebben in hoofdstuk 5, mm-hmm. waarin we niet alleen uitvragen hoe het gaat, hoe de bruikbaarheid is bijvoorbeeld over navigatie, maar dat we bijvoorbeeld ook meekijken van hoe vindt u dan de weg door zo'n ondersteuningstoel en waar klikt u dan op? En ook misschien meekijken in het gebruik van medicatie, zien we daar een verschil in? Ja. Nee, dat lijkt me echt een hele mooie toevoeging. En dat kan misschien ook een idee zijn voor vervolgonderzoek, om het op die manier gewoon te toetsen of het inderdaad daadwerkelijk gebruikt wordt. Ik ga nog eventjes, want volgens mij heb ik nog wel even tijd. Ik ga naar hoofdstuk 6 ga ik toe. Ruim 100 apothekers delen de tool uit aan alle patiënten. En dat was niet alleen aan patiënten met lage gezondheidsvaardigheden, maar ook aan andere patiënten. En dan opnieuw eventjes advocaat van de duivel. Je krijgt toch, en u zegt dat eigenlijk ook wel een beetje in hoofdstuk 6, krijgt toch sterk de indruk dat de apothekers dat eerder gedaan hebben vanwege de financiële beloning die er tegenover stond, dan dat het nou echt was omdat ze geïnteresseerd waren om die feitelijke vaardigheden van de patiënten te verhogen. Hoe kom je er nou achter of dit ook echt gebeurd is? Dus wat zou, dus eigenlijk wederom een vraag van, wat is de manier om hier naar te toetsen, om die onderzoeksvraag die je natuurlijk uiteindelijk wil weten, werkt dit ook en wordt dit ook in de praktijk toegepast, om dit te bekijken? Wat zou je moeten doen? Het eerste gedeelte van die vraag ging over de reden van de apothekers om het te doen, mm-hmm. dat dit de financiële beloning is. En dan rijst bij mij in eerste instantie de vraag, zou dat erg zijn? Hè? Als er een financiële prikkel is om dan toch, want
ik redeneer vooral vanuit de patiënt in eerste instantie in mijn proefschrift, om deze doelgroep goed te ondersteunen. Ja. En werkt dit? We hebben het nu inderdaad door middel van een vragenlijstonderzoek onderzocht, waarin wat dus een stukje subjectiever is. We zouden ook de data achter het gebruik van kijksluiter zouden we op kunnen vragen bij vervolgens onderzoek om te kijken in welke mate worden dan gepersonaliseerde links doorgestuurd. In welke mate worden ze gepersonaliseerd? Er zit nog een bepaalde gradatie in. En hoe vaak wordt het ook uiteindelijk gebruik van gemaakt door de patiënt? Hè? Want wat we hebben gedaan is in hoofdstuk 6, door middel van het re-aim framework, hebben we gekeken van, we hebben de implementatie getoetst, maar de E, dus de effectiviteit, kon niet toetsen omdat we de patiënten kan niet wisten. Maar door wel die data dus op te halen vanuit kijksluiter, dus wat er gebruikt wordt, kunnen we daar ook iets over zeggen. Dus dat zou voor een vervolgonderzoek een mooie stap zijn om toch aan data te kunnen komen van veel apotheken. Ja, heel goed, u heeft dat natuurlijk nog niet gedaan, maar stel nou dat u het wel zou doen. Hoe schat u het dan in? Ik schat dan ook in, uit de individuele gesprekken met de apothekers, dat het wel veel gebruikt wordt. Dus daar heb ik dan wel vertrouwen in. Wat ik wel verwacht is dat de inschatting die ze maken over hun patiëntenpopulatie, dus in welke mate die hoofdzakelijk bestaat uit mensen met adequate gezondheidsvaardigheden, gelijke verdeling of meer uit mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, dat die inschatting nog wel een vertekend beeld is. Dat ze daar nog heel veel moeite mee hebben om dat goed in te schatten. Ja. Heel hartelijk dank. Ik ben blij met uw antwoorden en ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor Van Schaik. Dan gaan we over naar de volgende opponent en dat is professor Bouvier. Die is aanwezig online. Welkom. Professor Bouvier is hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht. Professor Bouvier. Dank u wel, mevrouw de rector. Geachte promovendus, ook vanuit Utrecht mijn felicitaties bij het tot stand komen van dit mooie proefschrift. En daarbij betrek ik ook een promotieteam. En ik wil in eerste instantie toch nog even verder gaan. Deels denk ik op de vraag die ook al door professor Van Schaik is gesteld. U gaf eigenlijk in uw presentatie eerder al aan dat het gaat bij mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden om het verkrijgen van informatie, het begrijpen, het beoordelen en het toepassen. En met deze nieuwe instrumenten die u onderzoekt in hoofdstuk 5 en 6, zou je kunnen zeggen van het verkrijgen wordt er wat makkelijker mee gemaakt, omdat het komt tegemoet aan zaken die u zelf aangeeft, dat mensen behoefte hebben aan schriftelijke informatie, aan gesproken informatie. Bij begrijpen begin ik al een beetje te twijfelen, want ja, heeft u nou echt onderzocht dat de mensen het begrijpen? Kunt u daar wat over zeggen? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor de complimenten over het proefschrift. Ik denk, wat we hebben onderzocht in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, is in hoofdstuk 5, want daar doelt u denk ik voornamelijk op, over de bruikbaarheid. Ja. We hebben gekeken, is dit bruikbaar? En het gaat in eerste instantie inderdaad over die toegang. We hebben in die zin niet getoetst of het ook begrepen wordt. Wel, we hebben uitgevraagd, heeft u ervan geleerd? Wat vond u ervan? Dat is een subjectieve meting. Maar of we daadwerkelijk het begrip vergroot hebben, dat hebben we niet objectief gemeten. Ja, dus je zou kunnen zeggen, dus zeg maar, vanuit uw framework van verkrijgen, begrijpen, beoordelen, toepassen, is er misschien een eerste stapje gemaakt van, ja, ik noem het dan zelf gerapporteerd begrip of zo. Hè? Dat mensen zelf zeggen van ja, ik heb het begrepen, maar het is niet echt getest. Maar als u nou een stap verder zou willen maken, hè? Als u nou echt zou willen kijken van of het echt objectief begrepen is, of mensen daardoor betere oordelen maken over hun gezondheid, of ze dat ook toepassen in de praktijk. Ja, hoe zou dat aangepakt moeten worden? Is dat een doodig voor zo'n instrument breder wil uitrollen? Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat het verstandig is om het breder uit te rollen. Het is inderdaad een eerste stap wat we hebben gedaan in hoofdstuk 5. Een bruikbaarheidsonderzoek, wat eigenlijk nog bijna niet gedaan is in Nederland voor deze doelgroep. Dus dat is een eerste stap. Maar ik denk dat het zeker goed is om het uit te rollen. Waarbij de vraag is, moeten we die vier componenten die ik net uiteen heb gezet, hè, dus het toegang krijgen, het begrijpen, het beoordelen en toepassen, moeten we die echt uitsplitsen
als we onderzoek gaan doen bij de patiënt. Ik denk dat we moeten kijken of het begrip inderdaad verhoogd wordt. Maar ik zou eerder uitkomstmaten willen zien van, zien we bijvoorbeeld een verbetering in therapietrouw? Zien we, daar zit onderliggend in dat er ook een stuk meer begrip is gekomen. Zien we een verbetering in waardes die voor de patiënt belangrijk zijn? Daar zou ik dan eerder naar gaan kijken in toekomstig onderzoek. Om te kijken of het begrip, maar dus ook het kunnen toepassen en beoordelen, zou ik dat integraal bekijken, dat concept. Oké, dus ik begrijp. U zegt eigenlijk van, als mensen echt beter begrijpen en beter gaan gebruik gaan maken van de medicatie, dan, en wilt u dan naar therapietrouw kijken, of wilt u dan bijvoorbeeld kijken naar, in het geval van patiënten met diabetes, of hun HbA1c beter is, of dat ze meer gewicht verliezen, meer gaan bewegen, dat soort zaken die echt direct voor hun gezondheid belangrijk zouden kunnen zijn. Lijkt me een goede toevoeging om daarna te kijken. Dus therapie trouwens is natuurlijk ook lastig te meten. Zeker omdat het veel vragenlijstonderzoek ook zijn, wat bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische ziekte ook lastig is om uit te vragen. Dus zo'n meer objectievere maat HbA1c zou prima kunnen om dat te onderzoeken. En we kunnen ook wel begrip testen, hè? Maar dan is de vraag hoe, want ik zit er nog wat langer over na, hoe we dat dan zouden willen testen. Zouden we echt een kennistoets willen doen? En wat zegt ons dat dan? Hè? Of alleen een kennis, dan hebben ze het misschien beter begrepen. Maar zoals het eerste figuur ook liet zien, hè, dat weten is nog geen doen. Ik denk dat juist dat kunnen toepassen, dat je daarheen zou willen. Dus ook met een ondersteuningstool wil je ook die integrale benadering graag zien. Ja. En hoe zou u dan, als u zo'n dergelijk onderzoek zou willen uitvoeren, hoe zou u dat dan aanpakken? Onderzoek bedoelt u? Nou, stel dat u zou willen onderzoeken. Of het gebruik van zo'n instrument ook daadwerkelijk leidt tot betere klinische en patiënt gerapporteerde uitkomsten. Hoe zou de opzet van zo'n onderzoek eruit zien? Ja, dat is natuurlijk een enorme uitdaging bij deze doelgroep. Hè. U kan zich voorstellen dat alleen al het uitzetten bijvoorbeeld van vragenlijsten, met mensen met moeite met lezen en schrijven, die zitten er ook heel veel tussen, ja. Dat het ingewikkeld wordt om dat te kunnen doen. Dus ik zou voorstellen, bijvoorbeeld een quasi-experimenteel onderzoek kan ik me voorstellen. En uit recent onderzoek uit 2022 van Marieke van der Graag zien we ook dat we ook componenten moeten meenemen die belangrijk zijn voor de patiënt. Dus ik zou inderdaad wat objectieve klinische uitkomstmaten doen, zoals een HbA1c, als waardes die voor de patiënt belangrijk zijn, hoe ze het uit kunnen voeren. Door middel van een voormeting, dan een traject waar ze een interventie die ze samen met de patiëntengroep ook gaan ontwerpen. Hè. Dus de interventie niet alleen op vaardigheden, maar ook op niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden. Dus die moet dan samen worden ontworpen met de patiëntengroep. En ook het hele onderzoekdesign zou de patiënten bij betrokken moeten zijn met beperkte gezondheidsvaardigheden. En dan vervolgens een andere patiëntengroep, hè, dus die niet hebben helpen ontwerpen, zouden we dan moeten kijken naar die zowel objectieve testresultaten, als dus die waardes die voor de patiënt belangrijk zijn, zodat we ook waardegedreven zorg krijgen. Ja, dus u kiest voor een niet een gerandomiseerd klinisch onderzoek, maar een soort van voor-na-meting. Ja, ja, precies. Dat lijkt me de juiste aanpak. Want het randomiseren is gewoon ingewikkeld in deze doelgroep. Oké, okay, waarom is het ingewikkeld in deze doelgroep? Dat heeft met het dubbelblind aspect te maken. En het doen van vragenlijstonderzoek, wat er vaak bij komt kijken. Waardoor als je kiest voor deze doelgroep ook echt bij de te begeleiden in het voor- en na-traject, denk dat je betere uitkomsten krijgt die beter van toepassing zijn. Ja, ik ben het met u eens hoor. Ik denk dat inderdaad alleen al de hele procedure van informed consent waar je doorheen moet gaan, dat al heel erg ingewikkeld is voor deze doelgroep. Ja. Mag ik nog even doorgaan, mevrouw de prorector? U heeft nog een paar minuten. Uit het, wat u iets minder aangaf, uit het, zeg maar, wat ik weet over het informeren van patiënten, is het zo dat er altijd wordt gezegd van ja, je, zeg maar, het alleen maar zenden van informatie, dat niet zo goed werkt. En wat u nu doet, is dat u eigenlijk nog steeds informatie zendt, hè, maar niet meer in de vorm van een papieren bijsluit, maar in de vorm van een filmpje. Het is weliswaar gepersonaliseerd, maar dat is eigenlijk een beetje op kenmerken van de patiënt volgens mij. En niet zozeer op de behoeften van de patiënt.
Klopt dat? Ik ben het met u eens dat inderdaad het verspreiden van veel informatie niet leidt tot de juiste ondersteuning. En ik denk dat het een goede stap al is om het toe te snijden op de patiëntkarakteristieken. Maar dat is niet voldoende. Hè. Wat ik ook aangeef in mijn proefschrift is dat het niet alleen moet gaan over de patiëntkarakteristieken, maar ook bij de behoeftes van de patiënt. Dus dat heeft ermee te maken welke waarden de patiënt bijvoorbeeld belangrijk vindt. En dat daar de zorgverlener ook daadwerkelijk moet naartoe snijden. Dus niet alleen maar informatie, maar ook kijken waar zou je dan in ondersteund willen worden. En daarnaast... Ja, daar ben ik met u eens. Excuus, het licht gaat hieruit. Ik ben zwaaien. Daar ben ik met u eens. Dat legt u heel goed uit. Maar vervolgens in de instrumenten die u gebruikt, daar gebeurt het eigenlijk niet in. Volgens mij. Want die zijn weer vrij... Dat volgens mij benadruk ik dat ook heel erg in hoofdstuk 7 in de general discussie. Dat de huidige instrumenten, en daar maakt kijksluiter en kijk op diabetes, maken daar aan het begin mee met het ondersteunen van die vaardigheden. Maar ik denk dat dat wel een grote uitdaging is voor de aankomende jaren. Van hoe kunnen we dan deze doelgroep die zo heterogeen is, ondersteunen bij het ontwikkelen van medicatie of management vaardigheden. Want dat kenniscomponent, daar weten we nu een gedeelte van. Maar de grootste uitdaging ligt nog bij het omzetten naar het doen. En gaat het nog, ziet u mogelijkheden om met die instrumenten, bijvoorbeeld dat een patiënt in eerste instantie aangeeft zelf van nou, ik heb behoefte aan die en die informatie. En dat ze een keuzelijst kunnen aanvinken, zeggen dit wil ik allemaal weten. En dat ze dan specifieke informatie krijgen die aansluit bij waar zij behoefte aan hebben. Zou dat nog beter kunnen werken? Dat gebeurt nu al deels en dat zou nog specifieker kunnen, maar ik denk waar u net mee begon, is dat het niet alleen maar gaat over die informatieoverdracht. Ik denk dat kijksluiter een middel kan zijn in een palet van ondersteuningsmiddelen, maar ik denk ook dat dat werkelijk geoefend moet worden, dat patiënten een demonstratie moeten krijgen over bepaalde vaardigheden, om dat in kleine groepen te oefenen of te zien. En dat het en-en is, dat het naast elkaar moet bestaan om de patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden zo goed mogelijk te faciliteren in een medicatie zelfmanagement. Dank u wel voor uw antwoord. Ik geef woord terug aan de collega. Dank u wel, professor Bouvy. Dan gaan we over naar de volgende opponent. Dat is dokter Fransen. Zij is universitair docent gezondheidsvaardigheden en besluitvorming aan het Amsterdam MUMC. UMC. Geachte promovendus, van harte gefeliciteerd. Complimenten voor uw proefschrift, ook voor de promotoren hier. Mijn vraag gaat over hoofdstuk 5 en 6. Op basis van die studies komt u tot de conclusie dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden ook ondersteund moeten worden in het gebruiken van kijk op diabetes of kijksluiter. Dat lijkt mij ook, maar het vraagt ook nogal wat van de omgeving. Hè? Bijvoorbeeld van mantelzorgers of van zorgverleners. Dus ik vroeg me af, hoe ziet u dat voor zich? En ook hoe verhoudt zich dat tot stelling 2? Misschien kan een van de paranimfen stelling 2 even voorlezen. Over het landelijk beleid. Stelling 2. Landelijk beleid is vereist om de zorg beter af te stemmen op de behoeften van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zeer geleerde opponent, dank u wel voor de complimenten over mijn proefschrift. U vraagt naar de verhouding. Voor die ondersteuning, hè? En zeker de druk die al op de huidige zorg is. En ik denk dat die verhouding, dan ga ik daarna in op stelling 2, dat die verhouding zoekende is hoe we dat gaan doen. En ik denk dat mantelzorgers bijvoorbeeld daar, of vrijwilligers daar, een grote rol in kunnen spelen. En ik denk dat we meer generieke vaardigheden, zoals het gebruik van digitale middelen, dat prima, of heel goed zelfs door mantelzorgers, door vrijwilligers of andere instanties zouden kunnen worden voorzien. Dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden daardoor ondersteund worden. Maar ik denk dat waar de expertise nodig is, dat toch wel zou moeten worden verleend door de apotheken, door de huisarts, door de diabetesverpleegkundige. Dus ik denk dat die schifting in eerste instantie gemaakt moet worden. En u vraagt vervolgens naar het landelijk beleid om dat beter af te stemmen. Ja, die stelling heb ik erin gedaan omdat er zijn een paar pioniers die al goed mee bezig zijn om echt de zorg beter af te stemmen
op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Maar dat zien we eigenlijk nog maar heel, heel weinig terug in de praktijk. En kijk, gezondheidsvaardigheden heeft natuurlijk met twee componenten te maken. Het heeft te maken met zowel de vaardigheden van de individuele patiënt als met de zorgomgeving. En we weten dat het deels leerbaar is, de vaardigheden van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Maar wat we aan de andere kant heel goed kunnen doen, is het bijschaven van de zorgomgeving. En als we zien dat dat te weinig nu gebeurt, denk ik dat daar landelijk beleid voor nodig is. En ik denk ook dat dat kan. Ik denk als we bijvoorbeeld kijken naar het integraal zorgakkoord, wat ik dan noem in de general discussie, dan denk ik dat er zeker aanknopingspunten zitten om daarmee door te gaan. Als we bijvoorbeeld kijken naar passende zorg is waarde gedreven, en dat is het eerste pilaar waarop dat akkoord is gebaseerd, dan gaat het om samen met de patiënt kijken welke waarden belangrijk zijn. Maar we zien het ook bijvoorbeeld digitaliseren waar kan en meer tijd voor de patiënt. Dan denk ik dat een heel groot gedeelte graag digitale zorg zou willen ontvangen. Waardoor er ook weer ruimte wordt vrijgespeeld voor mensen die dus wel die extra ondersteuning nodig zouden hebben. In combinatie met dus die vrijwilligers zoals die mantelzorgers om voor generieke vaardigheden daarin ondersteuning te bieden. Ja, en dus u zegt eigenlijk van nou ja, als het beleid erop gericht wordt om mensen die dat kunnen en willen gebruik te laten maken van digitale zorg, dan komt er meer tijd en geld voor ondersteuning. Maar hoe zou dat er dan praktisch uitzien? Want u zegt ook van nou, dat zou dan gegeven moeten worden door verpleegkundigen of de apothekers. Hoe ziet u dat dan voor zich? Met zo'n tool bijvoorbeeld als kijk op diabetes of kijksluiter die u heeft onderzocht. Ja, ik denk in eerste instantie dat we voor iedereen, dus in de lijn met de Universal Precaution Approach, dat we voor iedereen de informatie moeten aanbieden alsof mensen beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Omdat ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden lastig zijn te identificeren. Wie zijn het dan? Daar is weinig tijd voor, maar tegelijkertijd is het ook lastig om te weten wie heeft dan beperkte gezondheidsvaardigheden. Dus voor iedereen die basis op hetzelfde niveau, dus allemaal op Universal Precaution Approach, met die gelaagdheid erin. Dus mensen die dan wel met adequate gezondheidsvaardigheden extra informatie zouden willen, dat die ook verkrijgbaar is. Dus dat is meer een generieke benadering. En ik denk dat de tweede instantie, dat we zorgverleners moeten helpen daarbij, om ten eerste te weten wat zijn gezondheidsvaardigheden. Want wat ik veel terughoor in de praktijk, en dat blijkt ook uit onderzoek, is dat gezondheidsvaardigheden veel worden geassocieerd met laaggeletterdheid. En dat is een onderdeel ervan, maar het is veel breder dan dat. Maar ook hoe herken ik het dan? Maar ook hoe kan ik dan mijn rol als zorgprofessional erin veranderen? Hè? Van meer expert naar ook een coachende rol. Van meer het echt kunnen ondersteunen van de patiënt en de patiënt ook daadwerkelijk zien. En ik verwacht. En ik dat als we de patiënt centraal stellen en misschien aan het begin meer tijd investeren, dat het zich op den duur zeker uitbetaalt. Want de gevolgen van beperkte gezondheidsvaardigheden op objectieve klinische uitkomstmaten zijn enorm. Dus ik denk dat juist die investering aan de voorkant een hele goede zaak is. En dat kan landelijk beleid door bijvoorbeeld een andere financiering zou dat kunnen stimuleren. Ja, dank u wel. Mevrouw de rector, heb ik nog tijd voor een volgende vraag? Want ik wilde ook nog graag even van gedachten wisselen over de meetinstrumenten die u heeft gebruikt. U geeft zelf ook al aan, er zijn heel veel verschillende meetinstrumenten voor gezondheidsvaardigheden. En het viel mij op dat u en uw verschillende studies ook verschillende meetinstrumenten heeft gebruikt. Dus voor elke studie eigenlijk een ander meetinstrument. Wat was de achterliggende gedachte daarachter? Klopt. De achterliggende gedachte daarachter, we hebben net drie verschillende meetinstrumenten gebruikt. Waar we bij het onderzoek bij hoofdstuk 5, daar hebben we natuurlijk maar drie vragen gebruikt. Dat was in de coronatijd, dus daar hebben we een relatief makkelijke selectie proberen te maken. Een eerste schifting, want het ging ons niet alleen om beperkte gezondheidsvaardigheden, maar ook in bruikbaarheid in het algemeen. We hebben er ook mensen met adequate en beperkte gezondheidsvaardigheden meegenomen. En zowel de FCCHL die we mee hebben genomen als de HLS-EU, die hebben beide ook een brede scope. Waarin de een iets nauwer is dan de ander, maar beide een brede scope. En die schifting is gemaakt omdat ze beide toepasbaar zijn. En bij de ene hebben we de ene gebruikt met de andere. Anders niet een bewuste keuze waarom we de ene hebben gebruikt en de andere. Oké, want of is het, als ik u goed begrijp, dan is het eigenlijk vanuit praktische overwegingen. Zeker, bij hoofdstuk 5 was het een praktische overweging, maar daarop doorgaand zou het natuurlijk mooi zijn, en daar pleit ik ook voor volgens mij in mijn general discussie, om daar uniformiteit in te krijgen. Het onderzoek naar gezondheidsvaardigheden in Europa, dus met die brede definitie van gezondheidsvaardigheden,
daar zijn we nu een poos mee bezig. Maar dat staat in die zin nog wel mede door de hoeveelheid meetinstrumenten die nog niet uniform worden gebruikt, nog in de kinderschoenen. Dus ik zou pleiten voor een gouden standaard. En dat is voor elk meetinstrument iets te zeggen. Maar dat we, als we eenmaal een gouden standaard hebben gekozen voor het meten, waar we consensus over vinden binnen Europa, dan kunnen we ook die meters maken. Dan kunnen we ook vragen die net werden gesteld over effectiviteit. Dan kunnen we die kennis vergaren en die valorisatie verkrijgen. En dat is wat we uiteindelijk zouden willen, denk ik. Ja. Nou ja, ik denk ook wel dat het afhankelijk is van wat je precies wil onderzoeken en de context. Daar zullen toch altijd wel meerdere instrumenten voor nodig zijn. Ik ben tevreden met het antwoord. Ik geef het woord terug aan de rechter. Dank u wel. Dan gaat de oppositie voortgezet worden door dokter Hoving. Dokter Hoving is universitair docent communicatie in de gezondheidszorg aan deze universiteit. Ja, dank u wel. Geachte promovendus, ik sluit me natuurlijk graag aan bij alle complimenten die u al ontvangen heeft van mijn voorgangers. Het onderwerp van gezondheidsvaardigheden krijgt steeds meer aandacht en terecht, denk ik ook, hè. Om deze groep in onze samenleving te ondersteunen, om zoveel mogelijk baat te hebben bij de zorg die beschikbaar is. En ik wil u en ook uw promotieteam natuurlijk daarom van harte feliciteren met dit kwalitatief goede onderzoek en het mooie proefschrift wat u geschreven heeft en waar aan u gewerkt heeft de afgelopen jaren. Maar ik ben natuurlijk niet alleen maar hier om zoete broodjes met u te bakken. Het is natuurlijk ook een beetje de bedoeling dat ik u aan de tand ga voelen en dat komt nu. Terwijl ik aan het lezen was in uw proefschrift, werd ik getriggerd door een aantal aanbevelingen die u gaf in het laatste hoofdstuk in de General Discussion op het gebied van de ontwikkeling van zorgverleners. En om een beetje op dezelfde pagina te starten, denk ik, zou ik graag van u willen weten, in uw opinie, welke rol zouden zorgverleners idealiter moeten aannemen bij het ondersteunen van zelfmanagement van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Zeer geleden opponent, dank u wel voor de complimenten voor het proefschrift. De ideale rol van de zorgverlener, ik denk dat die, wat ik eerder in deze discussie heb aangegeven, dat het naast de expert, maar ook die coachende rol belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat de zorgverlener ook naast die coachende rol ook de rol heeft dat ze een duidelijke vertrouwensrelatie kunnen aangaan met de patiënten. Dat zien we in de verschillende onderzoeken ook terugkomen, dat de patiënt zich gezien voelt en juist als die basis van vertrouwen er ook is, dat vanuit dat vertrouwen ook barrières die ze ervaren bij medicatie zelfmanagement, dat die ook geuit kunnen worden. Maar ook juist andersom, dat als er aanbevelingen worden gedaan vanuit die coachende zorgprofessional, dat die dan ook eerder worden aangenomen en hopelijk ook worden toegepast. Ja. Daarnaast denk ik, dus die vertrouwensrelatie had ik genoemd, daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat ze ook patiënten helpen om patiënten te activeren, door middel van bijvoorbeeld kleine stapjes te zetten, dat je een opwaartse spiraal krijgt met realistische doelen, maar ook het activeren door bijvoorbeeld de motivational interviewing, door de patiënten daadwerkelijk mee te nemen in die verandering, door als die kennis dan eenmaal er is, hè, of deels er is, om die ook om te zetten naar het doenvermogen. Ja, nou, het is goed om te weten dat ik u goed begrepen heb van wat ik gelezen heb. Want ik denk dat er dan wel een discrepantie is tussen wat u schetst en wat er nu in de spreekkamer gebeurt. Mm-hmm. En de aanbevelingen die u daaraan geeft, die leiden daar ook naartoe. Hè? In de general discussion geeft u meerdere aanbevelingen. U geeft bijvoorbeeld aan dat zorgverleners moeite hebben met het herkennen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. U adviseert meer training op zowel het herkennen als het omgaan met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. En daarna geeft u ook het advies dat ze meer moeten leren over het verbeteren van vaardigheden. Ik ga even uit van zelfmanagement vaardigheden bij de patiënt. Mm-hmm. En zelfvertrouwen bij deze patiëntengroep. Dat is nogal een breed spectrum, hè? Wat u hier schetst. En mijn vraag is dan, hoe krijgen we de zorgverleners zover dat ze dat ook niet alleen gaan leren, maar ook dat ze dat consequent gaan toepassen in hun praktijk? Nou, dat is de uitdaging, hoe we dat gaan doen. Ja. En we zien dat natuurlijk deels bij een onderzoek dat een financiële compensatie voor eventjes het lijkt te werken, wat de
professor van Schaik ook noemt, dan is dat ook blijvend of niet. Ja. Dat is inderdaad de uitdaging. Maar ik denk dat, dat we daar met z'n allen heen moeten. Nou, hè, ik denk dat onder andere dat Integraal Zorgakkoord daar een goede stap in zet. Maar ik denk dat we ook moeten beginnen bij de educatie. Ik gaf 2 weken geleden nog les bij farmacie over bij Master Farmacie over gezondheidsvaardigheden. Ja, ook daar bestaat nog steeds de beleving dat gezondheidsvaardigheden over mensen die moeite hebben met lezen. Ja, dat is een deel, maar sla je wel de plank mis. En ik denk dat alleen al dat de eerste stap is die awareness. Dus dat we weten wat is het, voordat we ook kunnen handelen. En dat daar het begin is. Mag ik er dan van uitgaan dat u zegt, als mensen eenmaal weten wat ze moeten doen, gaan ze dat vanzelf doen? Nee. Dat mag er niet van uitgaan. Dat gelukkig is niet, maar. Dit is de eerste stap. Hè? Er zijn meerdere stappen. Dus het begint bij begrip, dat we weten waar we het over hebben. Dan vervolgens, als we het begrip hebben, wat is het, dan is het over herkennen. Want anders weet je niet wie die patiënt is. En dat heeft niet alleen met die zorgverlening te maken, doordat ze weinig tijd hebben. En dat het is ook moeilijk om te herkennen. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, die mijden meer de zorg. Die schamen zich eerder voor hun beperkte gezondheidsvaardigheden. Dus die nemen minder actief deel aan het gesprek, waardoor het ook minder zichtbaar wordt. Dus, maar er zijn wel cues om te herkennen dat mensen beperkt zonder vaardigheden. Dus dat is stap 2. Mag ik u even onderbreken? Ja. Want ik denk dat u gelijk hebt hoor. Wat u allemaal zegt snijdt zeker hout. Alleen, u heeft het eigenlijk nog steeds over kennis en weten. Ja. Maar u gaf eigenlijk aan het begin van uw presentatie aan, weten is nog niet doen. Nee. Dus hoe gaan we van weten naar doen? Nee. Heeft u daar misschien vanuit theoretisch of wetenschappelijke inzichten aanknopingspunten bij? Ja, dus dan laten we het kenniscomponent van de zorgverlener even, dat ze te herkennen, laten we dat los, dat ze dan goed moeten zijn. Dan hoe kunnen ze dat omzetten naar dat doen? Dan denk ik dat we daarin moeten stimuleren. Nu vraagt een theoretisch concept erbij, beluister ik. Ik zou de theoretisch concept waar ik nu moet aan is bijvoorbeeld de zelfdeterminatietheorie. Dan moeten ze ook beleggen met voldoende competenties om dat ook kunnen handelen, om een voorbeeldrol te nemen, maar ook bijvoorbeeld kunnen communiceren. Die veranderende rol van expert naar coach, maar ook een leidende rol in bijvoorbeeld het samen doelen stellen. Dan denk ik dat we hun daar moeten stimuleren met die competenties. Maar in datzelfde zelfdeterminatietheorie zit ook autonomie. Dat we ook een bepaalde vrijheid in moeten houden. Dus ik denk dat we ze moeten stimuleren en onderleggen met vaardigheden. Dus niet alleen die kennis gaan vanuit dat het al goed is, met vaardigheden. Maar binnen die vaardigheden en bepaalde kaders dan ook een stuk autonomie laten. Want juist binnen elke apotheekpraktijk, openbare apotheek, zijn we andere behoeftes nodig. Hè? Dat ligt aan welke wijk het staat, hoe de apotheek is ingericht. En juist om een stukje autonomie bij de zorgverlener te laten, binnen de bestaande kaders, denk dat je het beste kan tegemoetkomen aan de behoeftes van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en chronische ziektes. Ja, dat is interessant dat u self-determination theory noemt, hè, want dat had ik eigenlijk ook mee in mijn hoofd. Dus dat is goed. Okay. Een ander component van die theorie is natuurlijk de verschillende vormen van motivatie die wellicht zouden kunnen leiden tot gedragsverandering en zeker ook tot gedragsbehoud. En een van die vormen is intrinsieke motivatie. Ja. Misschien bent u wel bekend met dit concept? Ja. Oké. Zou u mij misschien een stipje van de sluier op kunnen lichten over hoe u die intrinsieke motivatie zou willen vergroten bij zorgverleners? Zeker. Wat natuurlijk ingewikkeld is bij intrinsieke motivatie, is dat het, kijk, intrinsieke motivatie, financiële prikkel, snel resultaat. Wat bij intrinsieke motivatie zo is, is dat mensen het ook echt vanuit hun hart moeten willen. Dus ik denk dat de crux ligt om die awareness te creëren. En dat begint eigenlijk al in de opleiding van zorgprofessionals, om ze daar niet alleen maar over de theorie, over kennisoverdracht te laten hebben, maar echt meekijken, wat is nou die patiënt, waar loopt ze tegenaan, om uiteindelijk ook dat gevoel erbij te krijgen en ook dat hart voor de patiënt, dat voorop te laten staan. Dus dat kan je best aanwakkeren, denk ik. Dat zou denk ik mijn eerste begin zijn daarbij. En waar in het traject van zorgverlener zou dit plaats moeten vinden? Want u noemt eigenlijk nu op onderwijs. Ja, nou, stel dat we het hebben over HBO of universitair onderwijs, maar over MBO, zou ik het in het eerste jaar al meteen. Die awareness, wat is nou de belangrijkste stakeholder? Waar doe je uiteindelijk het voor? Dat je daar naartoe gaat, dat je daar kijkt, waar lopen die mensen tegenaan? Wie zijn dan eigenlijk die patiënten? Net zoals ik mijn proefschrift eigenlijk ook begon, hè, met alleen het silhouet van de patiënt. Mm-hmm. Dat het daar begint, bij die stakeholder. Oké, goed. Nou, ik zou graag nog verder met u daarover doorpraten. Misschien krijgen we daar later nog een gelegenheid toe. Voor nu geef ik de tijd terug. Dank u wel. U heeft nog wel 2 minuten als u dat mocht willen.
als u het zo zegt, dan heb ik nog wel een vraag natuurlijk. Nou, laten we dan even een ander thema pakken, hè, want ik denk dat we hier eigenlijk al best wat over gesproken hebben. Ik wil even met u gaan naar hoofdstuk 3, waarin u een cross-sectionele survey beschrijft. Daarin toetst u de associatie tussen gezondheidsvaardigheden niveau aan de ene kant en beliefs over medicatie aan de andere kant. En medicatie adherence heeft u helaas niet gemeten in die studie. Dat geeft u ook heel netjes aan in de discussie, dat is heel mooi. Maar waar u echter niks over zegt, is of de resultaten die u presenteert in dit hoofdstuk misschien wellicht anders zouden zijn op het moment dat u medicatie adherence had meegenomen. En daar zou ik graag wat meer van u over willen weten. Nou, feitelijk gezien kan ik er natuurlijk niks over zeggen, dus we kunnen erover speculeren wat het had gedaan. Dat had sowieso een andere analyse natuurlijk geweest. Maar dat zou kunnen. Ik verwacht dat mensen die denken dat medicijnen, dat je te snel overuse hebt of kwade effecten, dat die ook minder therapie trouwens. En dat weten we ook uit bepaalde onderzoeken. Maar de onderzoeken die zijn gedaan, die zijn niet gedaan met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Voor deze doelgroep is dit een eerste stap. Mm-hmm. Ik denk dat toekomstig onderzoek waar we ook therapie trouw meenemen een hele goede optie zouden zijn. Maar dan is ook daar weer de vraag, hoe meten we dan therapie trouw? Is zo'n Mars-vragenlijst met 8 vragen dat best ingewikkelde zinnen zijn, is dat dan voor deze doelgroep de juiste manier van vragen? Of dat is dan weer de uitdaging om dit te onderzoeken. Dus voor nu was dit het hoogst haalbare. Ja, het onderzoek zit vol uitdagingen natuurlijk. Ja. Maar waar ik natuurlijk heel geïnteresseerd in ben, is of de invloed van health literacy misschien geneutraliseerd zou kunnen worden door medicatie adherence mee te nemen. Dat denk ik niet. Ik denk dat, net is natuurlijk die driehoek, therapie, trouw, beliefs en health literacy, dat het wel drie losse concepten zijn en dat het niet als een mediator effect zou zijn. Ik denk dat juist die therapie, juist de beperkte gezondheidsvaardigheden, dat je minder goed geïnformeerd bent, omdat je minder toegang hebt of minder begrijpt, mede bijdraagt dat je moeilijk vindt in te schatten in welke mate medicijnen nou noodzakelijk zijn of dat je toch te veel van binnen krijgt of dat ze kwaad kunnen doen. En dat ook dan beide weer invloed heeft, hè, zowel van gezondheidsvaardigheden dat je te weinig kennis en vaardigheden voor hebt, als bij de beliefs of medication, dat je er meer zorgen over maakt, dat die beide ertoe leiden dat je minder therapie trouw bent. Ja. Dat is mijn verwachting. Verwacht u dan ook dat mensen die minder adherent zijn ook een lager niveau van gezondheidsvaardigheden zouden hebben? Interessante vraag. Dat zou kunnen. Ik denk dat we alleen voor gezonde. We hebben nu over die drie componenten, of twee componenten richtingen. Dat probeer ik te schetsen richting therapie trouw. Ik denk dat andersom, dat er ook heel veel andere factoren nog van invloed zijn op therapie trouw. Dus nu zou ik dat niet zo durven te noemen dat andersom die relatie ook zou gelden. Nee. Oké. Ik zie een blik. Ik denk dat ik nu toch echt de tijd terug moet geven. Dank u wel. Hartelijk dank, dokter Hoving. We komen nu toe aan de laatste opponent. Dat is professor Van der Weijden. Zij is hoogleraar implementatie van richtlijnen en samen beslissen aan deze universiteit. Dank u wel, mevrouw de prorector. Geachte promovendus, ik sluit me zeker ook aan bij de complimenten. Het is zo relevant, uw werk en dat van uw promotoren. En u heeft het ook mooi weten te publiceren. U heeft proberen de vinger te krijgen achter hoe krijgen we het beter haalbaar. Ik heb zelf in al het werk over implementatie van goede besluitvorming tussen de dokter en de patiënt en samen beslissen. Die awareness ontbrak mij ook. Ik had echt niet door dat zoveel van onze mensen en onze patiënten toch beperkt gezondheidsvaardig zijn. Ik geef er nu les over aan de studenten geneeskunde. En ze hebben inderdaad geen idee. Nee. Dus we hebben daar al heel veel te doen. Ook dankzij de leerstoel van uw eerste promotor. Dus dat is fantastisch. En we hebben ook bij het implementeren van samen beslissen van alles gemaakt. Voor dokters, vooral ook voor patiënten en keuzehulpen en tools en noem maar op. En dan zagen we dat wie profiteren nou het meest. Dan hebben nog betere besluitvormingsprocessen de mensen met de goede gezondheidsvaardigheden. En dan komen wij erachter dat onze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden juist meer beslisspijt hebben en de grootste misconcepties hebben over die behandelopties die besproken worden. Dus
Ja, ik zit me dus veel achter de oren te krabben en op het hoofd te peinzen. Van hoe moeten we dat dan nu nog goed inzetten? En mooi om te zien dat uw proefschrift daar helemaal over gaat. Ik heb uw hulp nodig. We gaan een project doen waarin we voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en echt een complexe beeld van aandoeningen, zeg maar multimorbiditeit, proberen we de besluitvorming te verbeteren. En dan zag ik in uw literatuurreview dat er van alles ook gebeurt voor de farmacotherapie. En er zijn 23 studies. En bij één studie zijn de patiënten zelf betrokken om die tool of interventie mee te ontwikkelen. Dat is dan teleurstellend, hè? Ja. En wij willen dat ook gaan doen. Het is een onmogelijke vraag. U heeft daar niet zomaar antwoord op. U heeft dat ook niet onderzocht. Kan u mij toch ietsje geven van een tip? Want u bent nou wel expert op dit terrein van beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoe kunnen wij onze mensen betrekken bij het ontwikkelen van een goede interventie om samen goede besluiten te nemen? Mm-hmm. Hooggeleerde opponent, dank u wel voor de complimenten over mijn proefschrift. En ik onderstreep dat het lastig is om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te bereiken. Het is al lastig te identificeren, maar ook al om ze überhaupt te bereiken. Maar stel, ik heb ze gevonden. Oh, kijk, dat is een begin. Maar hoe moet het dan? Dus dat is al een begin. Oké. U heeft ze gevonden. Ja. En hoe we ze dan kunnen betrekken? Dan denk ik dat de basis is, als u ze helemaal gevonden heeft, en ze zijn welwillend om mee te doen met het onderzoek, dat het eerste, allerbelangrijkste is dat die vertrouwensband. Dat er een vertrouwen is tussen de onderzoeken, dat het echt een team is. Dat ze niet zelfs de patiënt binnenkomen, maar ze zijn een team. Hoe kan ik ze dat geven, dat vertrouwen? In eerste instantie denk ik toch tijd. Hè, dat u meerdere malen echt geïnteresseerd bent in de patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden. Tijd, maar ook autonomie. Dus dat ik zou ze meteen, als ze welwillend zijn, nu heeft ze gevonden, dan zou ik ze mee laten doen met onderzoek. Niet van als de patiënt. Er zijn verschillende vormen voor. Bijvoorbeeld met een participatiematrix of die ladder van Einstein. Ja. Dat u zich daar een rol geeft. Dat ze er ook gezien worden. Niet als de patiënt die al moeite heeft met lezen en schrijven. Of die al moeite heeft met het toepassen. Dus zich gezien voelen in het autonomie. En dan kom ik eigenlijk weer op dezelfde theorie die ik net ook eerder aanhaal. Dus de competentie, maar ook de autonomie. Dan denk ik dat dat de basis is om uiteindelijk te kunnen acteren met elkaar en mee te kunnen gaan om betere interventies te ontwerpen. Ik vind het leuk dat u die participatiematrix noemt. We willen dat co-creatieproces willen wij proberen te faciliteren. Mm-hmm. En zegt u mij, laat ze ook kiezen op welk niveau ze op de ladder willen staan? Ja. Ja. Oké, laat ze daarover meedenken. Ja, nou, dat is denk ik een hele goede tip. We hebben ook iemand van de collega's heeft ook een soort participatiespel gemaakt. Dus ik denk dat we dat moeten gebruiken. Dank u wel. Ik wil ook nog even toe naar, ook een beetje buiten uw proefschrift filosoferen, maar naar die stelling over de terugvraagmethode. U heeft hem niet per se onderzocht, maar u komt er in de discussie wel op. Die is van belang. Kunt u eens ook voor de zaal formuleren hoe u dat mij zou vragen? Dus ik heb een consult met u gehad. Hoe vraagt u het dan? Om het nu voor de... Ja. Ik heb u net informatie gegeven over uw medicatie. Zou u kort aan mij kunnen vertellen waar we het over gehad hebben? Herkent u dat er ook patiënten zijn of groepen patiënten die dit toch heel intimiderend vinden? Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Ja. Misschien het voorbeeld dat ik gaf was misschien ook nog met u, hè? Dus minder niet de juiste methode. Maar ik kan me voorstellen dat het intimiderend is, de terugvraagmethode, ja. Ik wil u iets voorleggen wat we bij Samen Beslissen overwegen. Dus daar moet je ook in korte tijd, we hebben natuurlijk toch altijd een lastige context met beperkingen, willen we informatie delen. Wat we daar overwegen is dat de dokter dan zegt van nou, dus in plaats van een terugvraagmethode, vindt u het goed dat u pakt uw smartphone, veel mensen hebben een smartphone, ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ik ga nu samenvatten wat we hebben besproken over in dit geval uw zelfmanagement van uw medicatie. Neemt u het maar op. En dan kunt u thuis nog naluisteren. Maak er maar een filmpje van. En dan, als het dan nog niet duidelijk is, dan komt u terug. Is dat niet veel beter? Dat lijkt me niet. En ik vind het geen samenbeslissing. Want volgens mij is gewoon dat de zorgprofessional dan uit
wat hij of zij vindt? Nee, dat heb ik het niet goed uitgelegd. Okay. Het besluit is samengenomen en de arts formuleert nu wat er dan gaat gebeuren. Ja. Maar dan denk ik dat er nog steeds een kloof bestaat tussen de terminologie die de arts gebruikt, hè, zijn professionele terminologie, die dan wordt opgenomen, die vervolgens dan thuis wordt afgeluisterd met een smartphone. U veronderstelt dat veel mensen met beperkte handelsvaardigheden een smartphone hebben. Daar kunnen we misschien nog over hebben, want ik heb ook andere onderzoeken daarover gelezen. Maar stel dat zo is, dan denk ik nog steeds dat de patiënt het goed is dat ze thuis kunnen terugluisteren. Maar dan moet het wel, voorwaardelijk is dan wel, dat het in begrijpelijke taal is hoe het is geuit. Ja. En dat is dan vervolgens niet, dat is dan wel een voorwaarde. En dat zien we nu nog heel weinig in de praktijk gebeuren. Hora Ast. Boudewijn Visser, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voorberaad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad hier in deze zaal af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Outside, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose that branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Get the mileage, traveling so far. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. I'll go the extra mile.
in, jongen. Dikke prop door. Boudewijn Visser, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft ze besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar, professor Rademakers, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Boudewijn Bastiaan Visser, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door de rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Zeer geleerde dokter Visser, beste Boudewijn. Het doet mij een bijzonder groot plezier om jou hier als een van de allereerste te mogen feliciteren met deze prachtige prestatie. Van harte gefeliciteerd. Samen met je promotor Jenny Rademakers mocht ik de afgelopen jaren meemaken hoe jij groeide van docent bij de opleiding Management in de Zorg aan de Hogeschool Utrecht tot een volleerd onderzoeker met een prachtig proefschrift dat je hier werkelijk met verve hebt staan verdedigen. Grote complimenten. Dank je wel. Dat is heel mooi om te zien hoe dat gebeurde en ook af en toe een klein beetje proberen bij te sturen. Want voor begeleiders heeft iedere promotie wel een soort basisstramien. De promovendus die begint met heel veel enthousiasme aan eigenlijk veel te veel projecten tegelijk. Wordt een beetje overdonderd door alle mogelijkheden en keuzes en onzekerheden. Gefrustreerd doordat het weer eens niet gaat zoals gedacht. Hè? Geen data, geen reactie van co-auteurs, te veel reactie van co-auteurs, afwijzingen. Soms een beetje de put raakt, dan lukt er weer eens wat. Het hele circus begint weer van voren af aan. Maar elke promovendus is ook weer uniek in zijn eigenschap of haar eigenschappen. In zijn eigen wijsheden, eigenaardigheden. En sommige promovendi zijn nog wel iets unieker dan anderen. Toen ik bij de Hogeschool Utrecht kwam, was jij al begonnen met je promotieonderzoek. Toen nog onder de bezielende begeleiding van Bas Steunenberg, hier ook aanwezig. En samen met Jenny van het Nivel en van Capri hier aan de Universiteit Maastricht is er een prachtig en ook maatschappelijk belangrijk onderwerp gekozen. Hoe kunnen mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden geholpen worden bij het organiseren van hun medicatie? En hoe kunnen we zorgen dat die veel te ingewikkelde en slecht leesbare bijsluiters van geneesmiddelen beter begrepen worden? En hoe kunnen we nou
verbeteren dat wanneer mensen zelf thuis voor de medicatie moeten zorgen, dat ook veilig en goed gaat. En het maatschappelijk belangrijk, dat noem ik in het bijzonder, want misschien weet niet iedereen wat voor soort onderzoek er gedaan wordt aan een hogeschool, of dat daar überhaupt onderzoek gedaan wordt. Een hogeschool heet tegenwoordig een University of Applied Sciences, en dat betekent dat er toegepast onderzoek wordt gedaan, praktijkonderzoek. Na de praktijk, in de praktijk, met de praktijk. En niet alleen omdat we graag iets willen uitpuzzelen of willen weten, maar vooral omdat we dingen willen veranderen en verbeteren voor mensen. En dat praktische en maatschappelijk relevante paste op allerlei manieren bij jou. Want laten we eerlijk zijn, en nu je doktersbul en de bijbehorende titel binnen hebt, kunnen we dat wel even bespreken. Je was misschien niet een wetenschapper in het begin, in het diepste van je wezen. Je deed het wel, je ging ervoor, je hebt een hartstikke mooi proefschrift afgeleverd en je staat hier. Maar iets helemaal uitpuzzelen tot het 12e getal achter de komma, toch nog eens even de hele literatuur doorspitten, toch nog eens een heranalyse om te kijken of het resultaat stand hield. Dat zat misschien niet helemaal van nature in jouw DNA. En als mensen nu denken, ja, dit zou toch een laudatio, hè, een lofrede zijn en niet een soort roast van Boudewijn Visser. Nee, dat heeft gelijk, laat ik heel duidelijk zijn. Ik heb hele grote bewondering voor Boudewijn. Want je hebt het toch allemaal gedaan. Hè? En met heel groot optimisme en een blij gemoed kwam hij dan weer. Hè? Je kwam dan weer bij een bespreking van Janie en mij. In de volle veronderstelling dat je lekker bezig was. En dan kwamen wij weer met onze commentaren en opmerkingen en suggesties. En dan soms leek het wel alsof je helemaal van voren af aan mocht beginnen. Maar het mooie van Boudewijn was, en nou komen de loftuitingen, daar ging hij net zo optimistisch en blijmoedig mee aan de slag. Echt een hele harde werker, ogen op het eindresultaat, je weet wat je wil bereiken en dat ook vooral graag met anderen samen doet. En je werkte samen met andere onderzoekers van het NIVEL om de grote literatuurreview te doen, om gegevens van apothekers te analyseren. Met het IVM is er met patiëntenvragenlijsten gewerkt en je hebt met de mensen van Kijksluiter en in eerste instantie met diabetesverpleegkundigen en later nog met apotheken een heleboel patiënten geïnterviewd. En daarin ligt jouw kracht. Hè? Corona gooide een heleboel plannen in de war, maar jij regelde dat die interviews dan telefonisch konden worden gedaan, zorgde voor een heel goed contact met die patiëntengroep. En dan heb je bovendien nog eens een keer al je stukken in je proefschrift gepubliceerd. Dat is geen geringe prestatie. Dat lukt zeker niet iedereen. Kortom, hè, hoewel het misschien niet van oorsprong in je DNA zat, sta je hier werkelijk als een volwaardig wetenschappelijk onderzoeker, maar met hart voor de praktijk. En dat hart heb je ook voor je collega's, andere promovendi in het lectoraat, mensen bij de opleiding Management in de Zorg. En ondanks die toch iets wat idiote verdeling van woon- en werkplekken, Meppel, Amersfoort, Utrecht, Maastricht, ben je een ster in persoonlijke contacten. Je hebt een goed oog voor mensen die wel wat steun kunnen gebruiken en die weet je dan ook vaak te geven. En dan in die tijd ook nog zoveel aandacht voor het thuisfront dat je een groot en trots gezin hebt opgebouwd. Bewonderenswaardig. Boudewijn, wij, Janie en ik en iedereen hier zijn bijzonder trots op je. En dan niet alleen op je prachtige werk, dit mooie proefschrift, maar we zijn vooral trots op jou. Jij hebt het allemaal gedaan. Jij hebt het georganiseerd en je hebt het tot een prachtig einde gebracht. En natuurlijk feliciteer ik je ouders, je broer en je zussen, je familie en je vrienden, vooral Esther en George, Janna, Lize en Teun hiermee. Maar het is jouw dag vandaag en daar mag je heel trots op zijn. Dankjewel. Dr. Visser, ook namens de Universiteit Maastricht wil ik u van harte feliciteren met de behaalde dokterstitel. Ik kan wel vanuit de commissie hier aanwezig zeggen
We hebben natuurlijk de kwaliteit van uw proefschrift en uw verdediging besproken. Dat iedereen erg tevreden was. U heeft laten zien dat u een hoog niveau van kennis heeft. Maar ook buiten het strikte onderwerp van uw proefschrift behoorlijk uw mannetje staat, om het zomaar te formuleren. En ik hoop dat u ook met veel genoegen op deze promotieplechtigheid hier aan de Universiteit Maastricht zal terugdenken. Ik wil uiteraard uw familie, kennissen, vrienden hier aanwezig en misschien ook online ook van harte feliciteren met dit mooie resultaat. Ik wil het promotieteam van harte feliciteren met deze mooie promotie en de leden van de promotiecommissie hier aanwezig bedanken voor hun tijd en inzet. Vooral de gasten van buiten, professor Bouvier, online aanwezig. Hartstikke mooi dat dat tegenwoordig zo makkelijk gaat. En dokter Fransen, die zelfs helemaal in persoon hier aanwezig is. Hartelijk dank voor de investering. Ik vond het zelf, het is niet mijn vakgebied, maar ik vond het een heel interessant onderwerp en belangrijk ook. En hopelijk dat uw proefschrift kan bijdragen om de zorg voor met name deze groep van patiënten te verbeteren, want dat is zeker de moeite waard en dat heeft u ook heel duidelijk gemaakt. Nou, nu zijn we aan het eind gekomen van deze ceremonie. Hierbij sluit ik deze academische zitting en ik zou de aanwezigen willen vragen alvast de zaal te verlaten. Wij maken nog even hier een foto met professor Bouvier op de achtergrond en dan kan ook die nog even feliciteren. Daarna maken wij nog een foto op de trap, maar de receptie is elders, dus ik zou u willen vragen om alvast daar bij de trap, want daar wilt u ook met z'n allen foto. Bij de trap. Oké, nou dan mag u zich daar verzamelen, dan komen wij straks ook daar naartoe en verder een hele feestelijke dag voor u allemaal. Doe maar. Ja, nu. Officiaat. Dankjewel. Jij mag ook.